Vrouwen in het zwart en dat zijn ook mannen. We hebben 5 jaar geleden in Jeruzalem met de vrouwen in het zwart ook gedemonstreerd die daar ooit zijn begonnen, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden bijna met demonstreren. En wij staan hier elke 14 dagen op een grote markt van 1 tot 2 uur en we hebben een eigen website gemaakt voor de scholieren. En jongeren die een scriptie willen maken, of die meer informatie willen. Er staat heel veel van de geschiedenis op, maar ook van de huidige situatie, ook van jongeren in Israël en in Palestina. www.palestina-israël, Israël zonder puntjes, .com. Niet in onze naam. En we staan niet alleen. Over de hele wereld hebben de afgelopen weken miljoenen mensen gedemonstreerd. In Marokko, in Turkije, in Jordanië, Venezuela, Canada, Engeland, Noorwegen, Griekenland, overal. Yeah, what's up here?